Erop zo, ja? Ja, zo. Hoppakee, ja, dat werkt oké. In het buurthuis, in het oude dorp, in Leiderdorp, is dinsdagmiddag een spelcomputer in gebruik genomen door wethouder Angelique Beekhuizen. De spelcomputer staat in het buurthuis en is speciaal voor de jeugd. Nou, in het buurthuis is iedereen welkom en willen we ook graag dat jongeren hier zich welkom voelen. En hebben ze ook gevraagd van, goh, wat zouden jullie graag willen doen? En nou ja, ze doen natuurlijk graag spelletjes, maar zouden ook heel graag willen gamen. En dus hebben ze hier van Buurt Actief geregeld dat ze een gameapparaat hebben gekregen waarmee ze inderdaad spelletjes kunnen doen. En die is ter beschikking gesteld door een bedrijf hier in het Leiderdorp. En dat vinden we natuurlijk fantastisch. Zeker nu de temperaturen dalen, willen de jongeren ook wel eens binnen zitten. En dat is natuurlijk gezelliger met elkaar dan alleen. Ik denk dat er ontzettend veel gebruik van gemaakt. Je ziet nu al dat er een hele groep jongeren zit. En als dat eenmaal verspreid wordt hier in het oude dorp, dat je hier lekker kunt gamen en dat je gezellig met je vrienden hier kunt zijn. Ik denk dat dat heel snel bekend is en dat er dan veel jongeren op afkomen. En misschien ook wel wat oudere mensen, ik hoop het.